Normaal, ja. Dan heb je hoofd gevallen. Jij kan wel andere meiden zien en ik kan geen andere man ontmoeten. Ik nu echt een hoge hartslag omdat ik al denk aan deze situatie. Je kan hier niet om lachen. Ik weet echt niet hoe ik dit mag vertellen. Oh. Jij weet wat jij waar bent. Ik dat is zo cute. Hij wil je neuken, nou. My love. Oh nee, ik moet echt bijna huilen. Nee, grapje. Oh my god, ik ben zo blij met hoe mijn leven er nu uit gaat. Doe je ogen dicht, een beeldje in. Vorig jaar was met hem naar Parijs. Ja. Doe ik nooit meer. Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met... Luna! Lila Luna! Lila. Nee, dat vind ik stom. Oh. Maar dat doe je zelf altijd. Ja, maar dat hoort bij die dag vol. Oké. Okay. Ik heb echt al een paar keer gehad dat mensen naartoe kwamen. Oh my god, Lila Luna. Dat dacht ik, nee! Ja, jij bent nog nooit op mijn kanaal geweest. Nee. Dus misschien kan je een beetje voorstellen. Nou, ik ben Luna. Je kan me eigenlijk alleen kennen van TikTok of van Rumach. Ja, of misschien heb je wel eens ergens voorbij zien komen of zo. Dat kan ook wel. Ja, en ik woon heel ver vandaan hier. Breda. Ja, ik woon in Breda. Heel veel mensen weten dat niet. Het is echt de eerste keer dat ik het echt zo zeg. Echt? Ja. Ja, oh. Ik zie jou best wel vaak ook daarna, gewoon wel eens ook in Amsterdam, events en zo. Ja. Met mensen hier ook. En ja. Kunnen ook gewoon lekker gaan ik eten. Ik vind het gewoon, ik heb zoveel meer. Ja. Het is een beetje dat ik dan denk van, ik heb trouwens een vriendinnetje. Sorry, ik ga heel vaak hakken op de taal. Ik kom, ga zo verder. Een vriendinnetje van mij kijkt altijd jouw mukbangs. Oh, echt? Dus ik ga een mukbang doen met Sarah. Oh my god, ik kijk altijd naar mukbangs. Als ze zich klaarmaakt, kijkt ze altijd jouw mukbangs. Dus dit is echt iconic dat ik nu hier ben. Ja, dat Velo, is we love you. Ja. Met Levi had ik dat ook, hè. Levi, die kent mij dus. Van dit? Van mukbangs. Oh, wat leuk. En toen heb ik dus contact met hem gekregen. Want ik zei, hij volgt mij. Dus ik zeg, oh my god, wat leuk dat je me volgt. Want ik ga altijd stuk om jou. Ja, ik vind zo leuk. Sorry, en toen zei hij, oh my god, ik kijk altijd jouw mukbangs. Dat is te leuk. Dat is echt te leuk. Nee, maar ja, ik zeg dus eigenlijk, of ik heb nooit echt gezegd dat ik echt uit Breda kom. Nee. Ik weet niet waarom, ik had een beetje zoiets van, ik heb het idee dat iedereen altijd uit Amsterdam moet komen. En dan denk ik van, ik kom uit Breda. Dan denk ik gewoon van, ja, heb je weer zo'n saaie doos? Nee, maar Breda is hartstikke gezellig. Ja, nee, dat is ook. En ook een beetje het autisme van, ik vind aan de ene kant, hou ook wel van privacy, snap je? Dus zeg maar, stel je voor, ik zeg maar wat, Drake die komt uit Volendam. Nee, dat is goed voor me. Iedereen die dan naar Volendam gaat of in Volendam komt, kan dan wel denken van, oh, we gaan Drake zien. En bij mij gaat dat echt niet zo zijn, hoor. Maar het is meer een beetje zo dat ik denk van, nou, dat voor de meeste. Stel je voor, deze video krijgt ineens 2 miljoen views. Iedereen weet dat ik in Breda wil. Ja, dat zou wel leuk zijn, 2 miljoen views. Maar iconic. Hebben allemaal leuke vragen. In ieder geval, jullie hebben hele leuke vragen gesteld. Problemen en situaties. Ja, dus die gaan we lekker... Ik kan alleen, ik ben nog echt een beginner. Oh, wil je... Nee, dat wil ik niet. Stack? Oké. Ja, waar vind je je toekomstige vriend? Ik denk je moet op straat. Niet vinden. Nee, je moet niet vinden. Soms, sorry als ik smak, maar dat komt echt omdat ik geniet van het eten. Nou ja. Ik heb één vriendin, zij heeft misofamie. En ik hou van je. Zo vaak als ik kou kom kou of een smoentje. Dat kan zij niet. Maar ik heb het nu al geaccepteerd, dan haal ik het ook uit mijn mond. Mensen die gaan zeiken onder een mukbang. Dat je eetgeluiden hoort, dan moet je gewoon Nee, dat mag niet. Want het is niet in een vrije zone. Het is fucking een mukbang. We gaan eten. Nee, dus... dit is een vrije zone. Dus dat gesmak moet je maar even accepteren. Accept it. Oké, hoe vind jou... Hoe vind je... Nou ja, ik denk dat je nooit op zoek moet gaan. Nee. Dat is het allerbelangrijkste. En oprecht, het komt zo vaak op momenten dat je niet verwacht. En je moet geen vriend willen. Het komt wel. Je moet juist echt leren om... Content met jezelf zijn. Ja, echt. Want ik heb bijvoorbeeld nu ook helemaal een boyfriend. Maar het is gewoon een beetje van, als hij er niet zou zijn, tuurlijk, ik ga keihard huilen. Ja. Voor 3 maanden lang sluit me op, maakt niet uit. Maar vervolgens ben ik wel blij met mezelf, want ook voor hem was ik blij met mezelf, snap je? En ik denk, je moet niet afhankelijk van iemand zijn dat je denkt, ik heb hem nodig. Want anders... En ik denk ook, als je dat hebt, dan kom je ook veel meer de juiste persoon tegen als je het gaat zoeken. Ja. Dan kom je gewoon niet echt de jongen tegen die voor jou the one is. Okay. Snap je? Dan ga je iets forceren. Ja. En dan, ja, dat is natuurlijk nooit goed, want het is gewoon niet real. Mm-hmm. Dus, nou, dat eigenlijk. Mm-hmm. Hoe kennen wij elkaar? Nou, van social media. En ik zag je voor het eerst bij Indie Lashes. Ja, dat en toen zeiden we van, dit gaan we even doen. Want toen Levi zei ook tegen mij van, oh mijn god, het was zo leuk. Maar toch, ik wil ook. Ja! Nee, oh, maar Levi is ook zo'n trolletje. Maar jij gaat ook echt goed met Levi, toch? Vorig jaar was met hem naar Parijs. Ja. Doe ik nooit meer. Nee? Nee, grapje. Dat was heel leuk. Nee, dit jaar ga ik voor een samenwerking waarschijnlijk een maand naar Ibiza. En ik heb een eigen kamer, dus iedereen mag overvliegen. Dus waarschijnlijk komt hij wel een paar dagen. Gaan we even Ibiza terroriseren. Fuck me. En we wilden ook nog naar Curaçao, maar dat moet nog even kijken hoe of wat. Maar nu gaat ook een wintersport, toch? Oh ja, ja, ja. Oh ja, en ik sta bij hem in de kamer in Kietsbuhel. Nou, weet je wat dus de fucking grootste joke ever is? Nou. Ik ben daar. Precies die dagen. Gewoon toevallig met zelf. Met vriendinnen. Ja. Nee, oh mijn god. Dat fucking leuk. Weet Levi dit? Ja, weet dit. Oh my god, dat is te leuk. Ik hoorde het van Thomas. Ja, Thomas slaapt bij ons in de kamer. En toen zei Thomas, en toen ging Levi, ik zei, ga je ook? Dus
Ik zeg, what the fuck, maar hoe kan dit? Hoe kan dat? Precies die, dat weekend ben van ik 12, in 13, 14. Ja, ik ga van 7 tot 12. Oh ja, ja, wij zijn en jullie gaan van 10, 11, 12, 13. Ja, precies dat weekend. Nou, het is dat echt... Ook in hetzelfde hotel? Nee, 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 maar wel daar in de buurt. Dus als jij gaat skiën, kunnen wij jou tegenkomen? Ja, oh. Maar als jullie gaan apres skiën, dan kom ik gewoon even gezellig een drankje doen hoor. Maar hoe ga je daar dan heen? Met de auto gaan wij. Ja, maar in de zin van, als jij van jouw hotel naar ons hotel... Ik heb echt het idee dat er gewoon een... Nee. Ik ben nog nooit op skivakantie geweest. Oh hè? Ja, ik ga ook, ja. Nee, maar in Oostenrijk kan je gewoon... zijn er sowieso overal taxis ook. En bus, hele handige buslijnen ik naar die... Ik heb het idee dat er gewoon, zeg maar... Je wordt gewoon gedropt. Er is gewoon een vliegveld. Nee. Er is alleen maar sneeuw. Nee, maar je hebt ook hele cute dorpjes door een sneeuwstorm. Nee. En dan kom je aan bij één hotel op een berg waar je kan skiën. En dat was het. Nee. Zo zie ik het echt voor me. Je hebt allemaal cute dorpjes met appartementen en hotels en restaurantjes. Oké. Maar wel echt heel leuk dat je daar gaat zijn. Ja, ja. Dat is echt iconic. Ja, dat wordt iconic. Waar slaat het nou weer op? Oh, ik wil wel een beetje wasabi. Oh ja. Maar weet je wat, ik doe zeg maar nooit echt veel wasabi. Mm. Ik doe eigenlijk altijd gewoon zo erop leggen en dan haal ik het af. En dan zit volgens mij echt 1 gram, een minigrammetje aan. En dan denk ik, dat is wel lekker. Dat is goed. Oké, volgende. Ja. Iedereen zeggen of ze vriendinnen met ons mogen worden. Jullie mogen allemaal vriendinnen met ons worden. Ik heb laatst een video gemaakt dat degenen die geen Valentijn hadden, die waren mijn Valentijns. Cute. Wat is dit? Maar sorry, ik kan dit niet. Die sushi is een beetje slap. Heb jij dat ook? Of knijp ik gewoon te hard? Ja, ik ben er op zich wel prooi geworden. Ik kan zelfs zeg maar noedels en alles met stokjes eten. Oh my god. Maar ik heb gewoon pas sinds 2 jaar vind ik sushi lekker. Ja? Ja, ik heb mezelf altijd wijsgemaakt dat ik het niet lustte toen ik het niet eens had geproefd. Oh. Nu vind ik het echt kei lekker. Maar ik lustte zeg maar nooit echt gambas en krap en zo. Hoe kan je dit lekker vinden? Ja, dat ga ik zo wel proeven. Ik vind dit zo lekker. Maar ik heb het niet echt met... Ik vind vis wel lekker, maar met krab. Oesters eet ik ook wel, maar dat doe ik denk ik meer voor de aesthetic van... Oh, even een oestertje. Ja, maar... Niet echt omdat ik het dan echt... Dit smaakt gewoon naar een soort verduurde kip. Ja, ik ga het zo proeven. Ja. Wat zou jullie zeggen tegen je jongeren zelf? Ik denk echt gewoon... Als je nu Sarah van 12 jaar voor je hebt staan. Dus dan moet ik al van huilen als ik mezelf... Ja, ik dat is zo cute. Ik had het 1 keer op TikTok. Toen zei je mam... Oh nee, ik moet echt bijna huilen. Toen zei een man, doe je ogen dicht. Dit was in het Engels. Doe je ogen dicht. Beeld doe jij. Je moet het ook even. Doe je ogen dicht. Een beeldje in. Dat de kleine Sarah naar jou toe komt rennen. Wat zou je dan tegen haar zeggen? En toen deed ik dat. En toen zei ik echt zo van, het komt allemaal goed. Nou, dit wil ik ook zeggen. Het ging zo goed. Huilen. Maar ja, het komt helemaal allemaal trauma goed. Healing. Je krijgt er gewoon... Ik denk dat ik daar... Gewoon als kleins of aan ben ik natuurlijk al wel bezig geweest met... Oké, wat wil ik doen met school? En keuzestress. En dan ga je ouders scheiden. En dan gebeurt er dit. En dan gaat je opa overlijden. Maar uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Ja. Alleen het heeft tijd nodig. Ja, het komt gewoon goed. En geef soms kan je zo stressen om een bepaalde situatie. Denk je, het komt nooit meer goed. Ja, en dan, en dan gaat er tijd overheen. En dan over een jaar... En soms denk je ook van... Did I really just like... Ja, gewoon letterlijk... The fuck? Heb ik daar druk om gemaakt? Oh mijn god. Van, echt letterlijk, ik bij alles. Dus het komt goed. Het komt gewoon goed. Geniet van je leven. Ja. Geniet van alles. En fuck alles. De rest. Ja. Maak het niet zo druk om wat andere mensen vinden. Mm-hmm. Dat zou ik ook zeggen. Mm-hmm. Want precies, het maakt ook echt geen zak uit. Ik heb daar niet echt heel erg last van. Nee, ik ook niet. Maar echt geen reis. Maar ik moet wel zeggen, wel. Toen je begon met social media had je ook een beetje... Maar dat is anders. Alleen nu denk ik van ja... Boeit me echt niet. Je hebt zoveel meer kijkers en volgers die jou niet kennen. Ik denk dat je dat altijd zou hebben. Iemand Tuurlijk. Die je kent die dan volgers krijgt. Maar ik moet je zeggen, sinds ik meer op TikTok zit, is dat wel erger. Want op YouTube bouw je echt een soort community op met mensen. Het lijkt me moeilijker op YouTube. Ja, maar op YouTube is het moeilijker om op te bouwen, maar je krijgt minder snel haat. Omdat mensen je echt volgen, zeg maar op TikTok kom je natuurlijk op een For You page, kom je op een pagina waar mensen niet ervoor kiezen om naar jouw video te kijken. Mm-hmm. En dan krijg je wel sneller van haatcomments of zo. Klopt, maar ik vind Instagram vind ik het ergst. Als ik een reel plaat, en die gaat viraal, dan heb ik echt veel mensen die... Ja? Niet mij afzeiken, maar bijvoorbeeld... Gewoon iets te zeiken. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die juist weer voor me opkomen. Dus dan zegt iemand, ik had toch die carpool video met mijn vader geplaatst? Ja. Dan zegt iemand, wat een... Ja, mag ik kanker zeggen? Ja. Oké, kankerherrie is dit, man, wie luistert hierna? En dan dacht je echt, ik reageerde daar niet op. Want maakt me natuurlijk geen zak uit. Als jij naar Frans Bauer wil luisteren, dan doe jij dat. En toen, onder die reactie zag je echt 40 reacties met... dan ga je toch lekker naar Frans Bauer luisteren, man, sukkel. En iedereen ging het allemaal opnemen voor mij. Dus dat en op Snapchat, Spotlight, daar zijn ze heel erg. Ja, jij zit op Snapchat ook een beetje. Ja. Maar op Spotlight zijn ze echt heel erg. Ik moet dat eigenlijk even laten zien. Wow, ja, daar ben ik benieuwd naar. Maar niet dat het naar mij is bedoeld. Alleen heel vaak... Dus het is niet vaak
vaak dat ze het naar mij gemeen bedoelen, maar heel vaak zeggen ze dan dingen. Oh, maar en dan... dat is. Ik ben echt. Ik weet niks van Snapchat of van. Nee. Kijken, maar dit is dus gewoon een soort TikTok. Ja, dit is eigenlijk een soort. Spotlight is inderdaad een soort Reels, TikTok, Shorts. Even kijken, maar dan moet ik even gaan kijken bijvoorbeeld. Dus jij post, repost gewoon je TikToks dan bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Oh, wat zielig. Zit te hardlopen. Maar gewoon, ze zijn heel gemeen. En, maar soms zeggen ze iets van: sinds wanneer kan je zitten hardlopen? Hij wil je neuken. Nou, het is meer een beetje lala praat. Ja. Alleen wat ik raar vind, Snapchat is heel streng als het gaat om wat ik plaats op mijn openbaar verhaal. Dus heel vaak heb je ook een beetje meiden die op OnlyFans zitten. Mm. En dan proberen ze net een beetje. Dus daar zijn ze heel streng. Dus ik had een meeting met hun. En toen zeiden ze ook van: als jij een bikinifoto gaat plaatsen in jouw slaapkamer, dan kan het dus afgeschermd worden. Dus alleen jouw volgers zien dat. En niet, kom je niet op de spotlight, zeg maar. Maar oh, dat willen ze echt heel erg vermijden. Ja, dus een bikini mag wel, maar dan moet je op het strand zijn. Snap je? Ja. Niet in een, maar dan filteren ze niet dit soort reacties. Ja, dat, sorry, dat vind ik dan wel scheef. Ja, dat is wel raar. Maar en goed. Toen, waar had ik het nou over? Oh, je had het over gemene reacties. Maar, ja, klopt. Maar vind jij haats überhaupt moeilijk? Haatcomments en zo? Ik krijg het eigenlijk niet echt. Wat is echt een haatcomment? Zeg maar, heb je ooit eens een comment gehad dat je echt dacht van dat je moest huilen of dat je het echt zo kut vond? Of je dacht... Nee, maar ik denk dat dat ook erg ligt aan wat voor content je maakt. Nou, als je je mening gaat uitspreken over misschien politieke dingen, wat natuurlijk ook wel heel goed kan zijn. Maar weet je, dan krijg je ook mensen die het er niet mee eens zijn. En dat kan wel... Nou, als je heel erg je mening deelt, dan kan je vooral of als je dat, gewoon bepaalde content maakt wat gewoon waar je een beetje om vraagt, dan is dat wel anders, Dus. Dit is zo lekker. Ja! Ja, dit is heel lekker. Maar dan is dit ook lekker. Dus het zit erin. Ja, ik laat het helemaal los. Ja. Maar dit is wel anders echt als een gebakken gebaan. Ja. Maar dit is wel heel lekker. Ja. Ik heb ook zoiets van, als ik een keer een comment krijg waarin mensen het niet met mij eens zijn of zo. Ja. Dan vind ik dat ook prima. Want er zijn verschillende mensen en er zijn verschillende meningen. En dan volg je me niet. Of dan kijk je niet. Precies. Dat vind ik wel vaak. Waarom moet je die comment gaan plaatsen? Ja. Kijk dan niet. Ik snap sommige comments. Ik doe dat nooit. Ik heb het nooit gedaan. Ook niet als kind of 12 jaar achter mijn naam. Ik heb dat echt nooit gedaan. Sommige comments kan er niet bij mijn hoofd. Dan denk ik van, scroll gewoon door. Ja. What the fuck? Wat is. Dat jij überhaupt tijd en energie steekt. Ja, ik snap. Mm-hmm. Maar goed, dat moeten ze maar lekker wel weten. Mm-hmm. Mijn vriend heeft het na 1,5 jaar uitgemaakt. Hoe word ik weer gelukkig? Nou, ten eerste sterkte, want het lijkt me echt vreselijk. Ik denk mijn nummer 1 tip. Ja, sterkte, sorry. Ik ga gelijk even door naar de tip. Nee. Ik vind, je zit heel erg in emotie en laat dat ook gewoon toe. Dus als je moet huilen of je bent ergens... Ik heb het ook al eens een keer gehad dat ik ergens moest huilen. Dat was dan niet over een break-up. Maar ik zat in de trein. Ja, ik ga dan in die wc lopen janken. Ja, het moet er gewoon uit dan. Ik heb ook wel eens een trein gehaald hoor. Ja. Ja, omdat ik gewoon zo doorheen zat. Ja, maar... Dat was toen wel met mijn vriend, maar... En een break-up is echt oprecht gewoon kut. Je kan er ook weer heel veel van leren. Ja. Het is inderdaad, het mag er zijn dat je kut voelt. En het is oké. Maar probeer daar in combinatie ook jezelf niet op te sluiten. Maar ook gewoon een beetje leuke dingen te doen. En de tijd te geven. Ga niet voor een rebound gaan. Want dat komt twee keer. Ik heb dat nog nooit gedaan. En dat werkt ook niet. Eigenlijk elke keer. Nou, elke keer. Als het dan wel eens een keer klaar was met een jongen. Heeft het bij mij ook echt 1 jaar geduurd. Voordat ik voor weer een andere jongen had gezoend. Ja, laat het gewoon doen. Nee, maar een rebound. Je wilt het opvullen. Maar je wordt er alleen maar. Nee, dat werkt echt niet. Je gaat alleen maar vergelijken. En op een gegeven moment. Stap voor stap. Misschien huil je elke dag. En dat is oké. Want dat hoort erbij. En denk je elke dag aan hem. En op een dag ga je wakker worden. En geloof mij. En dan ben je iets aan het doen. Dan is het middag. En dan denk je opeens. Wow. What the fuck. Ik heb nog niet eens aan gedacht. Ja. En dan gaat het vanzelf. Je moet gewoon per dag bekijken. Ja. Ik heb met mijn eerste vrienden toen het uitging. Dacht ik oké, als het maar een stukje beter gaat als vorige week. Is er verbetering. Mm. Dus dan moet het elke week een stukje beter gaan. Dus op een gegeven moment moet ik me beter gaan voelen. En ik heb het gewoon heel erg gewoon per dag gewoon... Maar ja, het blijft altijd kut. Maar aan de andere kant, als ik op terugkijk, heb ik er zoveel van geleerd. En je wilt en nu misschien... zie je het nog niet, maar dat komt wel. Dat later ga je inzien van... Je wilt het misschien niet horen, maar waarschijnlijk is het misschien beter. Al is het voor hem beter, dan is het ook voor jou beter. Voor je het weet, ga je iemand vinden die beter bij je past. Ja. Je wilt niet eens met iemand zijn. Ik weet niet wat de situatie is. Of heeft hij jou gedumpt of wat dan ook. Je wilt niet eens met iemand zijn die jou niet wil. Nee. Het moet fire zijn van beide kanten. Het moet je life partner zijn. Maar echt. Dus wees blij dat hij het nu heeft gedaan. Een paar jaar verder inderdaad. Precies. En je hoeft hem niet om te praten. Je hoeft niet... Jij weet wat jij waard bent. Jij weet wat jouw kwaliteiten zijn. En als hij dat niet wil, dan is dat ook oké. Ja. Maar er is 100% iemand die dat wel wil. Iemand beters voor jou. Ja, en tot als je dat gaat vinden, dan ga je ons dankbaar zijn dat we dit hebben gezegd. Wanneer had je voor het laatste geluksmomentje? Nou, ik heb het de laatste tijd heel vaak... Oh, dit moet jij dan even vertellen. Oh.
Nee, ik heb dus de laatste tijd... Maar dat komt ook echt omdat ik mijn leven er echt 180 graden is gedraaid. Want ik werkte dus eerst part-time. Ik ben gestopt met mijn baan en ik ga dus verhuizen. Dus het is bij mij opeens helemaal anders. En er komen opeens allemaal leuke dingen ook op mijn pad. En ik heb de laatste tijd echt heel vaak dat ik dus gewoon dan in de auto zit. En de muziek zit te luisteren. En dan opeens besef van, oh my god, ik ben zo blij met hoe mijn leven er nu uit gaat zien. Of zo, dat je helemaal zo... Oh, zo leuk wordt het allemaal. En ik heb gewoon echt fucking leuke mensen om me heen op het moment. En het, ja, ik zit gewoon helemaal goed in mijn vel. Dus... Oh, dat is echt leuk. Ja. Echt keileuk. Wat voor leuke dingen komen er dan aan? Of... Ik ben bezig met een paar projectjes. Dan gaan we dus verhuizen. Dan gaan we zo even samenwonen. Als die niet last minute dumpt. Nee, grapje. Kutwijk. Nee. Ik schrok ervan. Nee. Ik weet niet, de laatste tijd heb ik gewoon echt ook een paar bepaalde mensen omheen waarvan ik denk, ja, dat zijn echt goede, fucking leuke mensen. Ik ben echt dankbaar voor iedereen in mijn leven keilig. En zo. Ja. Oh. Dus dat. En jij? Want ik heb, moet je zeggen, 2023 was, vond ik dus best wel een kutjaar. Ik heb best wel vaak kut. Waarom? Omdat ik veel te druk was. Ik was alleen maar aan het werk. Ik was, zeg maar, de leven raasde mij voorbij. Dus ja, ik was meer aan het rennen achter dan dat ik echt kon genieten van wat ik aan het doen was. Okay. Terwijl ik wel gewoon leuke dingen deed, maar het was gewoon too much. Ja, yeah. Nou, kan je dit staartje eten dan? Kan, maar ik eet het. Ik weet even niet wanneer ik een geluksmomentje voor het laatst had. Hoeft ook niet. Ik heb dat juist heel vaak echt in de momenten zelf, dat ik bijvoorbeeld echt een hele leuke dag heb gehad. Of ik ben bij mijn vriendinnen en we hebben echt wat leuks gehad. Of dan kom ik thuis en dan ben ik helemaal aan het nagenieten. Ja. Of als ik met mijn vriend ben geweest, dan ik helemaal denk van... Ja. I'm so happy. Maar niet een specifiek moment, maar gewoon. Nee, niet wat jij nu benoemt. Dat... Ja, ik heb dat sowieso wel gehad, maar ik kan er even mee komen. Nee. Maar wat jij wel zegt, heb ik ook wel eens een keer gehad. Dat is ook wel echt zo leuk. En hoe gaat de verhuizing? Ja. Jullie zien het nu heel veel, maar we zitten echt in de dozen. Ik heb nog zo heel veel stress of zo. Ik ben zo naar, komt wel goed. Even kut. Maar dat jullie ergste date-ervaring. Maar ik heb dus niet heel veel gedate in mijn leven. Want ik was 19 toen ik bij mijn vriend kreeg. Daarvoor had ik ook een relatie gehad. Maar dan date je ook, zeg maar... Voor je 19, dan ga je niet daten. Dan ga je naar een bios of zo. Maar dat, zelfs dat heb ik wel met mijn ex dan gedaan. Maar ik heb nooit echt gedate. Ik zou ook niet in het datingsleven kunnen functioneren, denk ik nu. Ik zou echt een grandma zijn. Oh, ik ben zo... Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja, dat gaat goed. Ja. Kei awkward. Ja, waarschijnlijk ben ik echt fucking awkward. Dus maar goed, dat aan. Ik heb heel veel blunders meegemaakt in mijn leven. Ja? Maar geen date blunder. Ik kan het op één hand. Ik ga nooit op date. Nee? Nee, ik ga echt nooit... Nou, oké. Okay. Ik ben met misschien... Met mijn vriend dan wel. Ja, met mijn vriend ga ik heel vaak op date. We hebben heel vaak date nights en dan gaan we leuke dingen doen. Maar buiten mijn vriend nu... Ja... Ik kan het op één hand tellen. Ik ben echt denk ik misschien 2 keer op date geweest. Maar hoe was dat? Is dat? Wat ga je dan doen? Gewoon een drankje of zo? Ja, niet echt bijzonder, ja. Of je gaat een drankje doen. Of je gaat uit eten. Maar eigenlijk, ik ben gewoon niet echt... Ik ben daar denk ik niet voor gemaakt. Ik wil gewoon... Nee. Iemand tegenkomen. Ik hou er ook niet van. En dan denk ik, oké, ik heb iemand al een paar keer gezien en dan... Ja. Maar als je elkaar echt bijvoorbeeld via Tinder voor zo ontmoet... Eerst, nee, ik heb nooit... Zo... Nooit van mijn leven... Ik zit eigenlijk... Ja, maar prima dat mensen het wel doen. Ja, oké. Okay, maar ik... Ja. Nee, is niet voor mij. Nee, ik zou het ook niet kunnen. Nou, misschien is wel voor mij, maar ken ik die kant van mezelf gewoon niet. Nee, maar ik vind dating apps sowieso, blijkbaar heb ik wel wat fake accounts. Ik krijg op Bumble of Tinder. Maar kom op, als je ziet dat het niet geverifieerd is, dan moet je dat bericht gewoon niet sturen. Altijd over een random naam. Maar ik hoor altijd wel, en ik hoor altijd wel rare verhalen over mensen. Ja, het is het gewoon niet. Mijn zus heeft wel nu een vriend al 2 jaar van Bumble. Echt? Ja, maar dat is anders. Want Bumble, als je dan een match hebt, dan moet de vrouw gaan berichten. Want heel vaak heb je toch van die man die opeens een dickpic stuurt. Ja. Of gewoon echt zo. Een fucking slechte opening. Ja, en nu moeten vrouwen dan het initiatief nemen. Oh. Dus dat is, wat is nou een must op een avond uit met vriendinnen? Have fun. Ja. Echt, hoe vaak ik mijzelf verschut zet. Omdat ik gewoon wil lachen en gieren en brullen met mijn vriendinnen is niet normaal. Ik heb echt vaak gehad dat mensen, meiden, jongens, opa's, oma's naar mij kijken en echt denken... Die zit aan de crack, joh. Maar niet, hè? Dan was ik gewoon nuchter. Maar gewoon, als ik uitga, wil ik echt lol hebben. Ik heb één must, dat is goede muziek. Ja, als ik geen goede muziek heb, ik ga echt naar huis. Ja. Echt serieus. Muziek bepaalt de hele vibe. Als je kutmuziek, dan sta je daar gewoon van, Of ik moet van tevoren weten dat het house is. Daar heb ik me op ingesteld dan. Maar ik hou meestal echt een beetje van R&B. Ja, gewoon wat ze in. Gewoon R&B en dan Nederlandse clubhits. Ja. Gewoon dat. En voor de rest, er hoeft niet gescoord te worden. Vooral echt gewoon lol maken en gewoon... Ik ben echt niet met jongens bezig. Nee. En dat je gewoon... Ja, ik heb dit is echt zo... Nee, als ik eigenlijk gewoon echt niet met jongens bezig. Nee, maar dat is wel echt. Ik heb het ook, hoor. Ik ben ook echt, maar ik ben altijd echt een fucking mogol. Gewoon. Ik zou gewoon fucking lelijk te dansen. Ja. Oh mijn god, ik heb zo'n grappig verhaal. Ja? Ja, ik weet echt niet hoe ik dit mag vertellen. Oh. Dit is niet echt een uitgaansval, maar dit is gewoon een voorbeeld wat ik doe qua lol. Ik was met Priscilla en Dujour, waren we in Parijs. En het was 7:00 PM en wij kwamen uit Kit, dat is die winkel. Ja.
En we gingen naar de Uber toe. En ik liep voorop en ik was aan het kijken, want die Uber die was een beetje raar aan het doen, dus ik liep voorop. En op een gegeven moment, dan heb je zeg maar, Priscilla liep achter de jour in het midden. Op een gegeven moment hoor ik Priscilla zeggen, kijk Loen, een gitaar! Dus zij heeft opeens een gitaar vast. Nee. Zij begint keihard zo, my lover! En ik was helemaal in shock. Ik kijk haar aan en normaal zou ik helemaal stuk gaan. Maar de seconde dat ik haar aankijk, kijk ik links. Zie ik daar een man liggen, een zwerver, in zijn slaapzak. Alleen helemaal in het zwart, hij was helemaal bedekt. Maar ik zag een lijk liggen vanaf die, ja, niet een lijk, maar gewoon een man. Een zwerver die aan het slapen was in de kou. Het was aan het regenen, het was koud. Ja. Dus ik kijk naar die man, ik kijk naar haar. Ik zeg, je gaat me toch niet mee dat zij die gitaar heeft gepakt van die man. En zij echt zo, en zij zat al, zij zat al te denken, waarom vindt Luna dit niet grappig? Want ze moet altijd zo hard lachen. Ja. En ik echt zo, tajour. En toen, Priscilla snapte het ook niet, want ik ga je helemaal stuk om. Ja. En Priscilla keek toen, want vanaf die angle zag je het dus blijkbaar niet. Leek het gewoon alsof het gewoon een zwart iets was. Dus, tosh, daar ligt een man, zegt Priscilla. En Priscilla echt zo, sorry sir, sorry. Nee. Maar het was echt niet haar bedoeling. Zij had die gitaar van die gozer gepakt. Ja, nee. Maar ik was ook echt een beetje bang, want ik dacht die man gaat wakker worden. Want zij was aan het lachen op dat ding, niet normaal. En je zag echt maar zij dacht gewoon, gitaar. Ja, zij dacht echt oprecht. Zij dacht, dat is waarschijnlijk vuilnis of zo wat gedumpt was. En dat was opgehaald. Maar er lag dus een man onder. En ik zag nog die mensen voorbij haar lopen. En ik keek haar echt vol afschuw aan van, girl, zo erg ben jij. Maar en toen zaten we in die taxi en toen hadden we echt gewoon dat soort dingen. Ja. Kijk, het was natuurlijk niet de bedoeling, maar nee. Wat ik maar wil zeggen is, als je terugkomt van het uitgaan, dat is zo dan moet je gewoon echt van die momenten hebben van, oh my god, wist je toen die jongen naar je toe kwam, waarvan je echt dacht van, eeuw. En oh my god, wist je toen je van die trap viel? Je moet, dan heb je een beetje gewoon dat je een leuke avond hebt. En gewoon dat je de volgende dag wakker wordt en dat je gewoon opeens weer stuk gaat om al die shit die er is gebeurd. Ja. Dan was het echt een goede avond uit. Ja. En zo zijn mijn uitgaansvlogs ook helemaal ontstaan. Omdat altijd, ik dacht, weet je, ik ga het gewoon filmen. Want altijd, heel vaak heb ik dingen ook per ongeluk gefilmd, dan film ik het echt voor mijn privé, waarom ik het zo grappig vind. En dan ga ik het de volgende nog editen en dan denk ik, ik moet hier eigenlijk gewoon een soort serie van maken. Ja. Maar ik maak altijd wat mee, ja. Ja, fucking leuk. Ja, nee, maar waar ga je vaak uit in Breda gewoon? Nee, ja, oké, als ik in Breda ga, ik ben een paar keer uit geweest in Breda met Levi, dan doe ik het vooral een beetje voor de lol, van oké, we gaan even lachen in Breda. Ja. Maar meestal ga ik of richting België, hebben ze echt wel, ja, want dat is niet zo ver. Ja. Antwerpen hebben ze hele leuke clubs, en anders ga ik naar Amsterdam. Vaak één van de twee, maar ik ben nu al bijvoorbeeld 2 maanden weer niet uit geweest. Wat vinden jullie van veel leeftijdsverschil in een relatie? Het ligt heel erg. Kijk, ik vind 14 en 18 heel anders dan 18 en 22. Ja. Mm-hmm. Maar het is niet onmogelijk. Nee. Maar zo echt bijvoorbeeld 25 en 37. Nee, vind ik ook niet. Nee, hè? Zeker, nee. En wat stel je voor, jij bent moeder en je hebt een dochtertje. Ja. En zij is dan, zij is dan 16 en ze komt dan wel echt thuis met een jongen van 20. En zij is nog op de middelbare school. Ja, en ja, het is vooral wat ik dan zou denken voor mijn dochter van, jullie zitten in zo'n andere levensfase en je gaat daar tegenaan lopen. Ik heb dat ook bij een vriendinnetje gezien. Zij was dan toen 16 of zo en dan kreeg ze met iemand van 21. En die ouders vonden dat helemaal moeilijk, maar dat was wel helemaal verliefd. Maar eindstand kwam hij echt richting 26 en werd zij 20. Ja. En dan clash je gewoon. Dus in die zin denk ik van ja, het is voor jezelf. Op een gegeven moment kan het misschien botsen. Kan het echt gaan botsen. En ook al denk je, oh nee, maar ik ben zo verliefd. Het maakt niet uit. Het gaat gewoon wel onder de 18. Is gewoon, wat doe je? Ik ben toch opeens. Sorry hoor. Wat is dit dan? Dit is geflambeerde tonijn of zo. Dus, maar zou je er dan iets van zeggen? Of zou je zeggen, stook maar zelf dan je neus? Ja, ik zou er wel iets van zeggen. En ik zou, het ligt ook aan wat voor jongen het is. Of moeder is of zo. Ja. En ook wat voor type, weet je wel. Als ze echt fucking foute gast thuis komt. Nee, maar dan is het natuurlijk ook anders. Maar als je ziet dat hij ook echt oprechte intenties heeft. En weet je wel. Ja, misschien zit hij ook nog, is hij ook nog aan het studeren. Ja. Dat is misschien ook weer anders. Ik denk dat het gewoon heel erg aan de personen liggen. En de situatie inderdaad. Want het moet wel kunnen, maar het moet even liggen aan de situaties. En vooral als je boven een bepaalde leeftijd bent. Zoek het lekker uit. Ja, maar boeien. Ja, als jij met iemand een gozer van 17 jaar ouder. Ja, boeien. Maar 16 en 18... Of 16 en 20 is... Ja, het kan natuurlijk wel. Maar je hebt dan wel een minderjarige dochter. Ja. Dan krijg je dat gebeuren weer. Maar ik vind ook wel als je 16 bent... kan je ook wel weer die keuze maken, denk ik. En anders ga je het maar zelf leren. Ja. Kijk, het ligt natuurlijk heel erg aan de situatie... als het echt een foute gast is of zo. Maar ja, ik denk... Ja, ik ben zelf echt een rebelse tiener geweest. Echt? Ja. En als mijn ouders zeiden dat mag niet... dan ging ik het net zo hard harder doen. Dus ik kan wel zeggen tegen mijn dochter... ja, ik wil niet met hem omgaan. Ja, ze moet dan gaat ze, zelf, dan gaat ze dat echt wel achter mijn rug doen. Voor je het weet gaat ze misschien bij hem wonen... en zie je er nooit meer. Ja, krijg je dat? Mag je ik luister... Ja, tuurlijk, pak. Oh ja, ik dacht dit is jouw twee. Nee, ik was wel best wel... ik luister niet zo graag naar mijn ouder. Maar oké, was dat echt erg waar je ooit van een probleem hebt geraakt? Bij mij is het ook, hè? Ik vind het wel leuk, want bij mij is het ook altijd...
Luna weer. Ja. Altijd ik. Ja, dan ging ik altijd liegen dat ik bij vriendjes ging slapen en dat ik gewoon geen slaapplek. En dan ging ik naar een feestje me fucking erg mijn kop eraf zuipen. En gewoon, was dan gewoon echt 15, 16 of zo. En dan wisten mijn ouders gewoon niet waar ik was. En dan één keer was heel erg, dan was een vriendinnetje van mij dus in coma geraakt. Je kan hier niet om. Ja, ze was gewoon niet meer aanspreekbaar. En toen hebben dus haar ouders gebeld. Haar moeder van, je moet nu komen, maar het gaat echt niet goed. En toen was die moeder natuurlijk helemaal in shock. Maar toen is ze uiteindelijk niet naar het ziekenhuis gekomen. Want op een gegeven moment kwam ze wel weer bij. Het was zeg maar niet zo heftig. Echt coma, coma. Okay, ja, ja. Maar ze was gewoon heel even... Ze was even planeet Jupiter. Ja. En toen ben ik dus echt... toen was ik volgens mij 15 door die moeder nog thuisgebracht. Fucking dronken. Echt om half 6 ochtends. En mijn ouders dachten... What the fuck? Jij was toch gewoon bij je vriendinnetje aan het slapen? Oh, gewoon een logeerpartijtje, zeg maar. En toen, toen hebben ze me echt 3 weken huisarrest gegeven. Van, ja, gaat de deur niet uit. Wie de fuck ben jij? Je bent mijn dochter niet. En ze wisten ook niet dat ik nog dronk en zo. Oh, wat, dat is wel chockerend, ja. Mm-hmm. Maar zeg maar, hadden ze ook niet... Mag ik deze laatste? Ja, je hebt helemaal uitgevonden. Dacht ik, oké, nou dan ga ik wel gewoon liegen waar ik ben. Ja. Weet je, dacht van, nou ja. Dan ben je nu wel gezetteld op deze leeftijd. Ja. Dan doe je dat niet meer. Nee. Toch? Nee. Ik vind het beter dat ik het toen heb meegemaakt dan dat ik nu in mijn relfase zit. Dus niet ook respectloos naar mijn ouders was of zo, hoor. Maar meer gewoon een beetje gebeld van, ik kan het echt wel zelf, hoor. En ik ga gewoon daar slapen. Het is ook een stuk irritant als je ouders nee zeggen. Mm-hmm. Omdat je weet dat het wel kan. En ja. Soms denk ik ook... Ik ben 16, dat kan ik echt wel. Dat dacht. Ja, maar dat is echt. Maar soms dacht ik ook echt, dit doe je mij te dwarsbomen. Ja. Dit doe je aan mij te dwarsbomen. Ja. 2 uur of 3 uur, maakt niet uit. Wat boeit, wat boeit het kutuur, ja. Ja. Kinderen zijn ook gewoon slim. Wij vinden wel een manier. Weet je wat ik trouwens ook een keer heb verteld? Toen ging ik met mijn 2 beste vriendinnen. Ze had een van heeft een jacuzzi. Zei ik, we gaan nu op de jacuzzi waar. Dus ik heb mijn bikini meegenomen, helemaal leuk. Maar toen gingen we eigenlijk gewoon naar een feestje met allemaal jongens. Maar je neemt wel die bikini mee. Toen hadden we die bikini op het feestje nat gemaakt. Thuis weer. Ja, het was zo leuk. Die jacuzzi en gewoon die natte bikini in de was gegooid. En, maar dat bedoel ik. Dit is sneaky, wij zo sneaky. Tieners zijn op een ander level slim. Ja. Snap je? Maar dat soort dingen onthoud je dan. Van, oké, we moeten die bikini nog maken. En ja. Dat is dus zou ziek. Ik echt denken van, ja, nu boeit mijn ouders überhaupt niet meer. Maar ze vinden wel een manier. Daarom. Ja. Zijn eigenwijs. Als ze eigenwijs zijn, dan... Ik ben mezelf echt keihard aan het exposen, maar doe er de groei. Nee, dat weet ik niet. Wat doe je als je gestrest zijn? Zo hard huilen. Ben je snel gestrest? Ik aan de ene kant heel erg, aan de andere kant echt taal niet. Oké, vertel. Ja, gewoon, het ligt heel erg per situatie. Ik kan... Sommige dingen kan ik helemaal stressen en sommige dingen ja. Ja, boeien. Ja, ik kan heel snel stress krijgen als iets niet volgens plan loopt. Oh ja. Ik zeg maar wat. Bijvoorbeeld, wij gaan met alle meiden uit. Ik haal iedereen op. En dan zeg ik ben zo laat bij jou. En dan staan ze niet klaar. En dan denk ik, het maakt helemaal niet uit of wij nu 3 minuten later aankomen. Nee. In die club. Maar toch zit ik dan in die auto en denk ik, god. Dat soort dingen. Ben jij het snel van op tijd ook en zo? Ik weet niet of dat mensen gaan lachen. Voor dingen die belangrijk zijn, ja. Alleen, als ik het zelf een beetje kan bepalen, dan bij een vriendinnetje van Maud, ik ben altijd bij haar te laat, maar ze weet het nu van mij. Ja. En kijk, stel je voor, we moeten naar een begrafenis. Ja, dan, ja, natuurlijk. Daar sta ik natuurlijk van tevoren. Ja. Maar ja, als ik dan met haar heb afgesproken om een video op te nemen, ja, en ik ben al 20 minuten laat en ik weet dat zij daarna niks heeft, ja, dan doe ik wel, ga ik mezelf niet stressen, als krijg ik ook heel veel stress van. Maar ik kan wel heel snel piekeren om dingen, dus zeg maar, als ik kan heel snel, en dat ben ik nu aan het loslaten. Ik heb de Let Them Theory podcast geluisterd. En dat is eigenlijk de theorie waarbij je, als jij geïrriteerd raakt om dingen die mensen doen, dat je eigenlijk tegen jezelf zegt, weet je, prima, doe maar, laat maar. Snap je? Want je vreet jezelf op. Dus als ik dan in die auto zit, dan denk ik, jij staat niet klaar. Terwijl ik zeg dat je klaar moet staan. En of dan zeg ik van, oh, als ik ze ga afzetten, heb ik ook wel eens gehad van, pak even al je spullen, dat je er gelijk uit kan, want het is 6:30, ik wil naar mijn bed alsjeblieft, weet je wel. Kom ik daar aan, zit ze nog alles te zoeken. Ja. Dat gaat er gewoon niet in bij mij. Dat gaat er echt niet in. En op dat soort momenten, en dat heb ik nu de laatste tijd en dat gaat heel goed, zeg ik dan tegen mezelf, weet je, prima. Ja. Doe maar. Ja, want je hebt eigenlijk alleen jezelf ermee. Daarom. Je kan niet mensen in controle van je... Ja, dus gewoon... Ik zeg dan gewoon, als je... Kijk, je moet het niet toepassen op alle dingen. Dus stel je van, wij gaan uit en jij bent dronken en jij zegt, ik ga auto rijden, dan moet ik niet denken... Nee. Let hem. Laat maar, ga maar. Weet je, dat is een andere situatie. Maar als je merkt dat je gaat ergeren aan mensen, of ook mensen om je heen die door rood lopen, dat je denkt van, ben jij asociaal? Weet je, doe maar. Ja. Doe maar. Dat helpt bij mij. Want ik kan echt heel snel om de kleinste dingen geïrriteerd raken. Ook gewoon, maar bij mij, ik werk heel logisch. Dan staan we op het vliegveld bijvoorbeeld, iedereen plassen. Zeg ik, oké, is iedereen geplast? Mooi, want ik wil gewoon in één keer dan naar huis of wat dan ook. Hebben we tussenop, kunnen we nog even langs de Starbucks? Want en dan denk ik, godver, had het dan net even, snap je? Dat soort dingen, echt. En maar het gaat echt. Ja, maar je hebt alleen jezelf ermee. Ja, maar dat gaat er gewoon niet in bij mij. Dat gaat niet. Ja, ik ben echt... Go with the flow. Ik ben echt... Ja, dat moet ik iets meer loslaten. Geen plan. Oh, gaan we daarheen?
Ja. Maar zo is dus mijn vriend. En dat vind ik heel fijn. Ja, dat moet je echt hebben. Ja, dus ik heb zeg maar... dan dus niet in de zin van hij regelt niks. Hè, want ik heb ook wel eens gezegd van... nou, ik kom morgen wel naar jou. Regel jij wat leuks? Dan regelt hij het ook. Gaat het reserveren, bla bla. Maar meer in de zin van als ik dan wat leuks heb gepland... of ik zeg, zullen we gewoon sporten? Even net anders. Dan zeg ik altijd van... ja, is goed. Weet je, het maakt hem echt geen zak uit. Nee. Dan zeg ik ook... oh, en soms doe ik dingen... die, als mensen dat bij mij zouden doen... zou ik zo chagrijnig worden. Maar ik doe dat dan bij hem. Dus dan zitten we in de auto. We hebben net gesport. Zeg ik, oké, we moeten heel even langs de appie nog. Ik kan het dan nog niet tegen. Als iemand dat bij mij zou doen, had je dat even van niet van tevoren... ik moet dingen van tevoren weten. Ja. Van oké, okay, kunnen we eerst nog even langs de appie... en ook aan mij vragen. Ja. Dus het slaat nergens op. Maar stel je voor, ik zit in de auto... en ik ga met Veerle naar huis... en zij zegt opeens... oh, moet je hier even stoppen langs de appie? Dan denk ik... nee, dat moet je even vragen van tevoren... want dan weet ik dat. Maar dat soort dingen doe ik dus wel bij mijn vriend. Je hebt gewoon heel erg in je hoofd van... het gaat zo. En als er dan iets... een storing komt... denk je... nee, maar dan klopt de rest allemaal niet meer. Nee, dat is echt heel erg. Ja. Maar dan ben ik dus... en dat soort dingen doe ik dus wel bij mijn vriend. Ik zeg van... oh, moet even daar. Even ook pakketje, dit, dat. En dan zie ik hem en dan... soms denk ik van... oh, nu voel ik me zo schuldig. Want als mensen dit meiden doen... dan krijg ik echt moordneigingen. Ik probeer dat nu wat meer los te laten. Ik zeg van... oké, prima. Dan gaan we naar ons appie. Moeten we daarheen gaan doen? Helemaal goed. Als ik dan echt gewoon de tijd heb gehoord. Maar ik kan me daar echt... maar oh, dat jij bent echt helemaal chill. Ik ben chill. Echt tegenover zo. Ja, nee. Ik ben echt... ik heb nu echt een hoge hartslag... omdat ik al denk aan deze situatie. Dat is echt... maar dat ben ik aan het loslaten door de Let Them Theory. Die luister ik elke week opnieuw. Oh, ja. Wat goed. Ik heb hem al 10 keer opnieuw geluisterd. Zeg maar, je hoeft niet tegenovergestelde, maar vooral voor jezelf is het gewoon, denk ik, wat fijner als je gewoon iets... Ja, want het is gewoon heel stom, want ik weet, zij gaan echt denken, hoe kan je geïrriteerd van worden? Ja. Maar het werkt gewoon niet zo in mijn hoofd. Ja. Maar dus het is wel goed, maar nu laat ik het echt los. Weet. Ja, en daarnaast moet ik ook wel zeggen, daardoor gebeuren mij ook geen onverwachte dingen. Ik vergeet niet snel dingen. Ja, ik vergeet dat. Ik heb mijn leven heel goed op orde. Ik heb mijn agenda altijd op orde. Ik heb nooit dubbele afspraken staan. Of snap ik? Dus het heeft een voordeel, maar het heeft ook een nadeel. En ik ben daar wel even aan het werken dat ik het ook los kan laten. Jij voelde je volgens mij ook helemaal schuldig dat ik je vorige keer had afgezet. Ja. En helemaal van, oh, sorry. Ja. En ik dacht echt, oh ja, boeien, dat doe het toch gewoon handig. Nee, want ik ben dan bang van, die wil het niet meer met mij doen. Oh, ja, ik denk gewoon, oh, morgen, oh best, dan ga ik morgen iets anders doen. Doe het een andere keer. Ja, nee, dus, maar ik ben het echt, die Let Them Theory moet je even luisteren. Ja. Ook, stel je voor je het een keer gedoetje met je vriend. Mm-hmm. Laat ze maar. Weet je, gewoon, en dat, daarmee protect your energy. Ja. Wat als je 27 en single bent en bang dat je de boot mist? Die mis jij niet. Kids, huis kopen en iedereen heeft zijn eigen tijdlijn. Ja, iedereen heeft echt zijn eigen tijdlijn. Ik kan me wel voorstellen als je in die situatie zit en allemaal mensen om jou heen hebben al wel wat jij graag zou willen, dat het stressvol is. Ja. Ik zou daar niet om stressen. Je hebt je eigen tijdlijn. Ja. Waarschijnlijk heeft, kijk, ik ga nu niet spiritueel praten, maar waarschijnlijk heeft het universum hele andere plannen voor jou. Dus ga daar gewoon in mee. Sommige mensen die pieken heel snel in het leven en dan gaat het downhill. Ja. En sommige mensen die zijn gewoon een beetje laadbloeiers. En je kan het ook zo zien. Jij bent nu dan 27. Kijk, tuurlijk, iedereen wil het liefst op zijn 24 een vriend. En dan ga je op 26 trouwen. En dan heb je op 27 een kind. Blablabla. Bla, bla. Maar het is gewoon niet de wereld waar we in leven. Nee. Tenslotte, het is jouw leven. Je mag zelf bepalen wat je doet. Ja. En je hebt ook verschillende scenario's. Kijk even om je heen. Je hebt ook misschien relaties. Die vanaf 24 waren ze bij elkaar. En dan hebben ze een kind gekregen. En op de 32 gaan ze scheiden. Ja. En dan wil ik liever op mijn 31ste een kind. En dan ben ik gewoon gelukkig voor heel mijn leven lang. Ja. En dan zitten ze in geldproblemen. En dan hebben ze een vechtscheiding. En dan weet ik het allemaal. Dus het zegt niks. Ja. Het heeft voor- en nadelen. Maar geniet ervan. En wees blij dat je nog lekker alleen bent. En dan ga je de juiste energie echt tot je... Dan komt het jouw kant op. Ja, dat denk ik beter ook. Dit. Ik zou liever dat willen dan dat ik nu ook met mijn vriend een kind ga krijgen. En dan op mijn 32e gaat het uit. En kind en dit en dat. Snap je? Verzeik, dus en dan moet je... Dat is ook niet leuk voor het kind. Neem je tijd. Ja. Het kan nog alle kanten opgaan. Dat je nu allemaal mensen gelukkig ziet. Die hebben natuurlijk ook hun problemen. Dus niet denken dat het allemaal perfect is. En daarnaast, het kan bij hen ook heel anders lopen. Dus volg lekker je eigen tijdlijn. En het komt goed. Ja. Nou, amen. Amen. Dus ook een bericht gekregen van iemand die last heeft van een soort narcistische ex. Dus die hebben samen een dochtertje. En die man bemoeit zich, of haar ex bemoeit zich dus nog heel erg met haar leven. Als ze met iemand anders gaat daten, dat gaat dus niet door de beugel bij hem. En dan wordt hij dus ook best wel boos. Maar ondertussen kan hij het wel doen. Ja. Dat is heel lastig. Ja, hoe ga je daarmee om? Voor je kind. Maar het is wel raar dat hij het wel kan doen. En dat is heel concreet. En dat maakt het oneerlijk. En dat maakt het ook frustrerend, denk ik. Ja, wat je het beste kan doen. Wat zou jij doen in die situatie? Zo moeilijk, want je zit er niet in. Ja, ik zou denk... Maar ik denk, iemand ga je niet kunnen veranderen. Ja. Dus ik denk dat hij gewoon zo blijft. Dus ik zou het eerder dan een soort achter zijn rug of een soort on the low. Dat hij er niet achter komt. Oh, dit is... Gewoon hem wat meer afstand houden en niet heel erg het beste voor je dochter. Maar niet, hoezo hoeft hij te weten met wie hij deed? Ja, maar ik vind dat echt heel raar. Want ik neem aan, jullie zijn uit elkaar met een reden. Dus in principe moeten jullie er allebei een beetje oké mee zijn. Wat is zijn probleem?
Maar aan de andere kant, ja, het kan ook zomaar zijn. Ik krijg een beetje het idee dat ze misschien ook een beetje bang van hem is. Dus bang dat ze, dat hij haar dochter tegen haar op gaat zeggen. Dat soort dingen gebeuren ook nog wel. Dus ja. Wat ik misschien zou doen is, want je wilt dus heel graag iemand zien. Alleen ik zou eigenlijk even afstand van dat nemen. Gewoon even het belangrijkste doen voor je dochtertje. Gewoon voor je dochtertje zorgen. Misschien dat met de tijd dat hij het gaat loslaten. Of dat hij dat niet meer zo. En dat je vanuit daar gewoon, ik zou denk ik even iets meer afstand creëren. En vanuit daar gewoon kijken. Ja, inderdaad. Ook wat meer afstand nemen van je ex. Ik weet niet. Gewoon echt het nodige contact hebben voor je dochter. Voor dochter. Verder. Hij hoeft niet te weten wat jij aan het doen bent. En als je op date gaat, dan regel je een oppas als een vriendinnetje. Of misschien je ouders. Ja. Weet je, dat zij het niet weten. En dan ga je lekker een keer op date. Probeer het wel dan een beetje rustig aan. Simpel te doen. Ja, gewoon low-key. Weet je wel. En slim dat het niet bij hem gelijk aan de deur komt. Ja. En voor de rest, ja, daarnaast, ik ben wel iemand, je kan ook best tegen me zeggen, dat is even normaal, ben je hoofd gevallen. Jij kan wel andere meiden zien en ik kan geen andere man ontmoeten. Ja, ja dat kan ook niet. Dus je kan ook best vuur, maar ja, ik weet niet hoe hij is. Nee. Dus dat voor jezelf uitkiezen. Maar je moet altijd voor je dochter kiezen en voor jezelf. Dat is 100% jouw geluk en die van je dochter is het allerbelangrijkste. Ja, eens. Ah, stalker of zo. Ja, echt raar. Jezus. Best veel pakket. Oh. Heel leuk. We hebben echt van veel over trouwens. Ja, maar het was echt zoveel. Ik ga rollenbollen. Ja, maar het was wel heel lekker. Ik hoop dat jullie natuurlijk ook een leuke video vonden. Als jullie vaker een video met Luna willen, let me know. Ja. Misschien kunnen we iets anders eten. Of naar Drive of Drew iets achter. Nou, kijken wel of iets bestellen. Ik vond het in ieder geval heel gezellig. Ik vond het zelf ook heel therapeutisch. Ja, dat is leuk. Andere mensen helpen en dan jouw blikken erop. Ja, ik hou hiervan. Ja, ik hou van gesprekken. Ik hou lekker van eten. Ik vind dit kan ik elke dag doen. Ja, nee, ik ook. Ik vond het ook heel gezellig. Ja, nou leuk dat je er was. Ja, thanks. Luna natuurlijk ook zeker niet te volgen op TikTok. Haar TikTok kanaal te checken. En mij te supporten door een blauw duimpje omhoog te geven. Ja, dat moet hè. En te abonneren. Ja, en te abonneren. Yay. Nou, heel erg bedankt. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei! Doei. Yes, I'll be on my way now.